We staan hier in Oosterhout, langs de bosrand, waar het ministerie een hoogspanningstraject heeft gepland, dwars langs een stad van 60.000 mensen en langs 3 basisscholen en duizenden huizen. Daar is vanavond een informatieavond over en die is op het allerlaatste moment afgezegd door het ministerie. Nou ja, goed, de bedoeling was dat we hier de sporthal in konden gaan om als burgers van Oosterhout met vele duizenden tegelijk vragen te krijgen op onze antwoorden. Dat gaan we nu niet krijgen. We gaan een korte statement voorlezen vanuit het actiecomité van de bewoners. De gemeente is hier aanwezig om haar steun te betuigen en het ministerie van EZ helaas niet. Ik heb 6 weken geleden ook een brief gekregen van het ministerie van Economische Zaken die mij vertelde dat op of om Maple Sail of in de nabijheid dat er grote 30 kV mag komen. Ja!